wel contact met Schreier trouwens? Ja, zeker. Met Schreier wel? Ja. Dus voor die tijd niet, maar nu die weg is wel? Ik heb hem vlak voordat het op barsten stond, heb ik hem nog een keer geprobeerd te bereiken. En dat is toen niet gelukt. U kreeg hem niet aan de telefoon? Nee. Nou, ik weet ook wel waarom dat is. En dat is een beetje raar. Omdat hij had mij in zijn mobiel gezet onder een andere naam. Ik ben zo benieuwd welke naam dat is. Ja, het was iemand. Ik ken hem ook verder niet. Maar het was iemand van een journalist. En dat hij op dat ogenblik daar geen zin in had, kan ik me ook nog iets bij voorstellen. Ja, nou goed. U had natuurlijk ook, als u hem niet had kunnen bereiken en u had hem willen bereiken, had u ook in de auto kunnen stappen en naar hem toe kunnen gaan, hè? Jawel, maar goed, nou vraagt u het opnieuw. Dit is wat er aan de hand is. Okay. En als wat ik al zei, het is absoluut niet het enige. En nee. Het hing met een aantal andere factoren samen. Ik blijf nog even bij Schreier, maar om iets anders wat hij zegt. Niet meer over dat hij weg is gaan, maar hij heeft gezegd de hele linkse oppositie is onvoldoende effectief. Ze kunnen niet zichtbaar maken van wat de effecten zijn van dit beleid. Dat is een van de redenen waarom hij is weggegaan. Hij voelt zich door de landelijke politiek, door u ook, in de steek gelaten. Nee, dat is niet waar. Dat is gewoon niet waar. En wat er op dit ogenblik nog aan de hand is, dat is dat er maatregelen zijn die in voorbereiding zijn. Dus je kan zien dat ze eraan komen, maar ze zijn er nog niet. Dat maakt dat we er dus nu ook de nodige aandacht voor vragen. Dat zal deze week ook uitgebreid gebeuren. En terecht. Maar mensen voelen het op dit ogenblik nog niet echt. Nee, maar dat is precies wat hij zegt. Hij zegt, mensen voelen het nog niet op dit moment echt. En wij, jullie, de landelijke politiek, die Cohen, die kan ook niet zichtbaar maken wat de effecten zullen zijn. Ja, ik zit u hier te vertellen wat de effecten zullen zijn. We hebben dat op het terrein van het passend onderwijs, om nog eens iets te noemen, uitvoerig gedaan. En uiteindelijk ook met effect. Het effect kwam overigens doordat de coalitie in de gaten had dat ze zonder de SGP daar niet in verder konden. En ja, het is waar. We zitten in de oppositie. En de macht, ook al is die maar met 76 zetels in de Tweede Kamer, die ligt bij de huidige coalitiegenoten. Ja. Die zich krampachtig op dit punt aan elkaar vasthouden. Maar laten we het dan even hebben over die zichtbaarheid. Op dat punt van dat passend onderwijs, het was het CDA. De vergaderingen van het CDA die tegen de minister zei van, hoor eens, wij willen dat niet op deze manier. De minister zei, sorry, ik ben hieraan gebonden. Ja. En pas toen ze merkte dat het zonder de SGP niet ging, toen bonden ze in. Maar goed, het is dus niet aan u te danken, maar aan de SGP zijn ingebonden. Nou ja, dus. En dat laat dus ook zien dat je op dit ogenblik, maar dat is ook niet zo raar, met een coalitie die er net zit, dat je daar dan nog niet zo makkelijk is om daarop in te breken. Nou ja, ze zitten er nu een jaar. Laten we het eens hebben. Een half jaar. Ja. Laten we het hebben over die zichtbaarheid. Wil ik toch even over hebben. Er was deze week een debat over Griekenland. Wilders maakte uw achterman uit voor islamitisch stemvee. U sputterde daartegen. Hè? U zei, ach, laten we een beetje bij de feiten houden. En Emiel Roemer daarentegen nam heel hard stelling door te zeggen van, dit pik ik niet, er is een grens overschreden en die is weggelopen. Is dat een kwestie van verschil in strategie? Nee, dat is denk ik niet een verschil in strategie. Roemer zei inderdaad van, hoor, ze schandelijke opmerking. Daar heeft hij groot gelijk in. Zoals Wilders dat veel vaker doet. Echt niet alleen met schandelijke opmerkingen komen, maar ook erg knap is in het met halve waarheden te komen. In datzelfde debat kwam hij ook nog met een aantal belangrijke mensen die zouden zeggen dat die zeiden dat ze zijn standpunt ten aanzien van Griekenland steunden. Waarvan je onmiddellijk een aantal ook ter plaatse zei van geen sprake van, dat steun je niet. Halve waarheden. Maar nou even terug naar uw vraag. Nee, ik ben daar gebleven. Ik ben niet weggelopen. Ik wou het debat voeren. Dat heb ik ook gedaan. Wat ik ook onmiddellijk daarna heb gedaan, waar Wilders ons ook ervan beschuldigde van bangmakerij van de bevolking, heb ik daar ook nog wel weer een keer gezegd. Wie is nou degene die mensen bang maakt? Als er nou iemand is die mensen bang maakt, dan is het Wilders wel. Kijk op de manier waarop je over de islam praat. Maar vindt u dat u effectief aan het oppositievoeren bent? Nou, we zijn daarmee bezig. Het is op dit ogenblik is dat ook nog niet zo gemakkelijk om dat te doen. Het is nooit beloofd dat het makkelijk zou worden, toch? Nee, maar ook als je nu, je ziet nu ook, juist ook in dit debat, waarbij dan Rutte zegt van, ja, zo zit dat met een minderheidskabinet en wij zoeken onze meerderheden her en der. Ja. Kijk, dat was natuurlijk ook het bijzondere van dit debat, dat Rutte tegen Wilders zei van, hoor eens, je bent onverantwoord bezig. Ja. Daar heeft hij gelijk in. En ik zeg dan omgekeerd tegen Rutte dat Rutte onverantwoord bezig is door deze coalitie te hebben. Vindt u dat een effectieve manier van oppositie voeren? Vraag ik u nog een keer. Ik denk dat zich op den duur gaat uitbetalen. Want u zegt zelf, er is een minderheidskabinet, moeten wisselende coalities gezocht worden. Je zou zeggen, nou, kansen te over voor de oppositie. Die komen er ook.
Die komen erop. Dat is ja, zeker. De toekomst. Waarom nu niet? Dat zal ik u zeggen. Omdat waar Rutte tegen Wilders zei, je bent onverantwoord bezig. En Wilders niet naliet om tegen Rutte te zeggen dat hij Nederland aan het verkwanselen was. Dat is nogal wat als je dat op die manier zegt tegen je eigen coalitiegenoot. Die je bovendien in het begin van het debat nog hebt gezegd van, dat hij zo trots is dat hij de mentor is van Rutte. Ja. Wat er gebeurt als wij hier ook zouden zeggen van, nou, we doen niet mee omdat wij in de oppositie zitten, dan zouden wij even onverantwoord zijn. En dat laat dus ook tegelijkertijd ook zien dat wij onze verantwoordelijkheid nemen. Maar ook waar Rutte dan zegt van, ja, maar het is allemaal geen punt en wij zoeken die meerderheden wel. Dat gaat natuurlijk een keer mis. Dat gaat mis. Je ziet hoe het piept. Dat gaat mis als u. Jazeker. En wij gaan dat niet doen. En wij gaan dat niet doen op een moment dat wij het gevoel hebben dat heel erg slecht voor Nederland is. Oké, maar ondertussen. En het kraakt en dat gaat een keer mis. Ja. Maar hoe komt het dan dat in die tussentijd, want u hebt nu steeds over de toekomst, gaat het ons lukken, maar dat het Wilders lukt om en de verantwoordelijkheid te dragen voor een deel van het kabinetsbeleid en de indruk te wekken dat hij de oppositieleider is? Ja, maar dat is, hij wekt helemaal niet de indruk dat hij de oppositieleider is. In dat debat in de Tweede Kamer over Griekenland was het behoorlijk overtuigend. En dat was ook op een punt waarvan hij altijd, tenminste sinds hij de PVV heeft, want voordat hij daar in de PVV zat, had hij een totaal ander standpunt op dit terrein. Om maar weer eens een keer laten zien dat het bij hem heel vaak gaat over halve waarheden. Het is op dit terrein, vind ik ook, dat hij echt een onverantwoord standpunt inneemt. Ja. En dat gaan wij niet doen. Nee, dat is mooi. Maar door bijvoorbeeld mee te stemmen met de regering op momenten dat u zegt dat is verantwoord om te doen, geeft u Wilders de ruimte. Het is onverantwoord om het niet te doen. Het is onverantwoord om het niet te doen. Oké, dat is wat een anders. Omdraaiing. Maar goed, uiteindelijk is het resultaat hetzelfde. Nou, dat hangt er erg vanaf. Want als wij zouden zeggen, nou, het is wel verantwoord om het te doen, dat is een hele andere positie. Het is onverantwoord om het niet te doen. Wij zullen elke keer opnieuw, als er zich iets gaat voordoen waar de regering afhankelijk is van ons en van de oppositie, zullen we elke keer opnieuw kijken van, gaan wij daarin mee of niet? En dan is het altijd de afweging van, hoe slecht is dat voor Nederland? Wat vinden wij daar zelf van? En wat gebeurt er dan vervolgens met dit kabinet? En er komen, dat kan helemaal niet anders, dat is altijd zo, er komen onderwerpen die niet in het regeerakkoord zijn vastgelegd, die niet in het coalitieakkoord zijn vastgelegd, en waar dat problemen gaat opleveren. U hebt ook in dit debat kunnen horen hoe Wilders zei van, als wij hiervan moeten betalen, ik ben er niet bij. Nou, we zullen zien hoe dat dan gaat. En dan, als dat werkelijk zo zal zijn, nou, dan moet ik zien wat er gebeurt. En dan kraakt en dan piept het ook in die coalitie. Nee, want u gaat met de regering meestemmen. Nou, dat zegt u nu. Omdat u het onverantwoord vindt, zei u net tegen mij, en ik luisterde goed, om het niet te doen. Wij gaan nu, en dat is niet omdat wij die Grieken zo zielig vinden. Het is eigen belang wat er is. Het zal het IMF zijn die hier, als het over Griekenland gaat, zal moeten bepalen of er wel of niet geld gegeven kan worden, omdat de Grieken doen wat is afgesproken. En alleen als dat gebeurd is, dan kunnen wij ook daarin meegaan. Kortom, u blijft voorlopig Sint-Job. Die handschoen gaat niet uit. Nou ja, de handschoen. Ik heb u net ook verteld wat wij van het bestuursakkoord vinden. En daar gaat die handschoen, die is uit. En verder, ja, wij gaan niet, als er sprake is van een, en zo zie ik dat, ook als een nationaal belang, dan gaan wij niet, omdat wij dan zeggen van, dan stellen wij niet dat nationaal belang ter discussie. Dat gaan wij niet doen. Maar als het zo is dat omgekeerd, moet de regering er niet op rekenen, dat ze altijd maar even gemakkelijk bij ons kunnen komen buurten. Zo gaat het niet worden. Dank u wel voor de komst.